Vlakbij Malicious. Laat jou zien wat ik allemaal bij de Action heb gekocht. Deze hair remover pad die kostte €1. En de facial hair remover pads kosten 89 cent. En hier zitten 8 stuks in. Dus die ga ik zeker even uittesten. Dit nagelsetje dat kostte 1,50. Dit nagelborstelsetje. En ze zijn roze. Nee, ik denk dat het straks ook wel handig is om die te gebruiken op vakantie. Dat je er eentje mee kunt nemen voor onderweg. Wat ik ook heb gekocht is soda. Ik weet niet exact wat de prijs ervan is. Maar ja, weet je, het is altijd handig. Je kunt er je gootsteen mee ontstoppen. Dan stop je er een beetje soda in. Gooi je er heet water op. En dan loopt dat eigenlijk gewoon beter door. Waardoor het vuil minder goed erin blijft zitten. En waar ik deze ook voor gebruik is om een voetenbadje mee te maken. Ik doe geregeld mijn voeten in een badje met soda. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat ik gewoon minder eelt heb. En dat mijn voeten er gewoon beter uitzien. Dus dat is zeker een aanrader als je er ook last van hebt. Ik kocht ook nog dit tripod statiefje. Ik dacht handig voor mijn mobiel. Ik heb nu eigenlijk alleen een statief voor mijn camera. En het leek mij gewoon handig om er eentje te hebben. Voor als ik met mijn mobiel onderweg ben. Of voor mijn camera als die op mijn bureautje moet staan zoals nu. Dan moet ik echt heel mijn statief invouwen. En ik vond zo'n tripod cameraatje daar wel heel erg handig voor. En ik dacht ook voor vakantie is die zeker ideaal. Deze is van Lab 31 of Lab 31. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En hij kostte €2,50. Dus het was niet echt nodig om hem daarvoor op AliExpress te bestellen. Want ja, voor deze prijs ga ik er niet zoveel weken op wachten. Wat ik ook nog heb gekocht. Deze Organic Bath & Shower Gel. En deze Organic Hand en Body Lotion. En ja, het leek me gewoon fijn om een hand- en bodylotion en een douchegel te hebben voor op vakantie. Die gewoon ja, lekker helemaal natuurlijk zijn en gewoon goed zijn voor je huid. Er zit aloe vera in en olijfolie. Dus het is lekker hydraterend en maakt je handen lekker zacht. Ook zit er parfum in. Ik kan de geur eigenlijk niet zo goed omschrijven, maar ik vind hem wel heel erg lekker. Niet te hard knijpen, anders komt zo al het douche op mijn neus. Ik moet een beetje aan cola denken, maar ja, als je echt wil weten hoe die ruikt, moet je hem toch echt maar even zelf gaan halen. Want ik kan echt niet vertellen hoe die ruikt, sorry. De hand- en body lotion is €1,59 voor 300 milliliter. En de bad- en douchegel, daar zit 500 milliliter in. En die kost €1,89. Voor het huishouden zijn vuilniszakken. Ik weet het een beetje leem, maar ik heb ze wel nodig. Ze zijn ook eigenlijk best wel goedkoop. En ik vind ze ook goed en stevig. En er zit lekker zo'n trekkoordje aan, dat ik makkelijk de vuilniszak dicht kan maken. En deze kostte €1,52. Ik zag deze liggen. Magnetronfolie. En eigenlijk ben ik er niet mee bekend, dus dat ga ik uitproberen. Want dat is dus folie die je dus in de magnetron kunt gebruiken om je bakje af te dekken. Dan zit je dus niet steeds met een dekseltje wat in de vaatwasser moet, wat je met de hand telkens moet gaan afwassen. Dus dat leek me eigenlijk wel handig. En deze kost 75 cent. Wat ik verder heb gekocht zijn 3 Love Life handcremetjes. Ik vind ze echt super schattig. En ja, dus deze 3 leuke kleurtjes, roze, blauw en geel. Er zit 50 ml in zo'n verpakking en ze zijn een eurotje per stuk. Vlakbij Malicious. Wat ik verder heb gekocht zijn deze 2 schalen. Het is eigenlijk een beetje voor salade of misschien een hele grote soepkom. Het patroon wat erop zit, vind ik echt super vet. Deze heeft een ander patroon. Deze schalen die kosten €4 per stuk. Dus dat vind ik zeker geen geld. Dat is niet duur. En ik denk ook dat het met de zomerdag zeker bij ons thuis van pas komt. Lekker met salade als we aan het barbecue zijn of met een feestje. Ik weet alleen niet of dat ze in de vaatwasser kunnen. Maar dat ga ik gewoon uittesten. Wat ik verder heb gehaald is dit. Puinsteen noemen ze dat. Er zitten er 2 van in verpakking en ja, die gebruik je eigenlijk, tenminste ik, om mijn voeten mee te doen. Dus als ik mijn voeten met soda doe, die ik eigenlijk net al in beeld liet zien, dan gebruik ik deze om de onderkant van mijn voeten ja,
om daar zeg maar het eelt vanaf te halen. Dus het schijnt daar goed voor te zijn en ik vind het ook gewoon fijn om daarmee te werken. En ze kostte 1,52. Wat ik als laatste heb gekocht, ja, het gaat wel heel snel als je alles zo snel voorbij laat komen. Maar goed, het is ook alleen maar een shoplog. Dus als jullie heel erg benieuwd zijn naar hoe de producten zelf zijn, ja, dan moet je gewoon even minuutjes in de gaten houden. Want er zullen zeker wel een aantal producten op de blog verschijnen ter review. Wat ik als laatste heb gekocht is dit transferpapier. En die kun je dus in je printer doen. Daar kun je dus, als je het omgekeerd afdrukt op dit papier, hetgeen wat je wil, bijvoorbeeld een tekst of een afbeelding, dan kun je die dus met een strijkijzer op je t-shirts strijken. Dus ik dacht van, ik ga gewoon een aantal goedkope shirts bij de Primark halen. En dan ga ik met deze set, ga ik dat op mijn t-shirts strijken. En ja, wat ik er dan op ga strijken, ja, dat moet je dan maar even afwachten, want ja... Dat zie je later. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze shoplog. En dat het jullie heeft geïnspireerd om ook weer allemaal leuke dingetjes bij de Action te gaan kopen. Ik vind het een topwinkel en ik kom er graag. Ik ga eigenlijk bijna nooit de Action uit met lege handen. Dus dat zegt zeker wel wat over die winkel. Of het zegt iets over mij, dat kan natuurlijk ook. Ik vraag me eigenlijk af wat jullie de laatste tijd bij de Action hebben gekocht. En wil je meer video's van me zien, abonneer je dan even op mijn YouTube kanaal. Of op Facebook of Instagram. Want ik ga de komende tijd zeker wel meer vlogs maken. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik begin eigenlijk een beetje smaak te pakken te krijgen. Dus wie weet wat je nog voorbij ziet komen. Als jullie nog suggesties hebben voor leuke reviews. Bepaalde dingen die jullie willen zien of willen weten hoe het werkt. Laat me dat dan zeker even weten. Want dan kan ik dat gebruiken als input voor nieuwe vlogs. Tot de volgende vlog! Vlakbij Malicious.